Dit is Andrew Tate. En hij is onlangs opgepakt. Hij heeft miljoenen volgers, maar ligt nogal onder vuur. Maar wie is hij eigenlijk? Hoe is hij eigenlijk bekend geworden? En welke straf hangt er nu boven zijn hoofd? Dit is het verhaal van Andrew Tate. Eerst even aandacht voor de samenwerking in deze video en dat is WeCycle. Als je mij niet meer gebruikt, WeCycle me dan. Don't be a e-waster en recycle je ongebruikte apparaten. Ga naar www.watismijnapparaatwaard.nl. Psst, ben je toch rijker dan je denkt? En nu door met de video. Andrew Tate wordt geboren in Washington DC. Zijn ouders zijn Eileen en Emery Tate. En Emery, zijn vader dus, kan je wellicht bekend voorkomen. Want hij is een bekende schaker. Een internationaal bekende schaker die toernooien en wedstrijden speelt en wint. Kort gezegd, de vader van Andrew Tate is een grote speler in de schaakwereld. Andrew Tate heeft een broer en een zus en groeit op in Chicago. Maar uiteindelijk besluiten zijn ouders te gaan scheiden. Ze gaan uit elkaar. En Andrew Tate gaat dan wonen bij zijn moeder. Hij verhuist naar Engeland. Ze verhuizen naar een stadje Luton. Als Andrew Tate opgroeit en wat ouder wordt, ontwikkelt hij een groot talent in de vechtsport. En dat betekent zelfs dat hij in 2011 een wereldtitel pakt. En later, in 2013, wint hij weer een wereldtitel. Andrew Tate is vanaf dan een bekende bokser. En wereldkampioen in de vechtsport. En doordat Andrew Tate zo succesvol is in de vechtsport, wordt hij steeds bekender en bekender. En dat levert hem ook op dat hij een realityster kan worden. Want hij verschijnt in het programma Big Brother. Een programma waarin je wordt opgesloten in een huis. Het wordt ook in Nederland uitgezonden. Waarin je met meerdere personen in dat huis moet leven. En Andrew Tate verschijnt dan in zo'n huis in dat programma. En hij valt dan meteen op. Want de dingen die hij zegt en vindt zijn nogal controversieel. Andrew Tate zegt gewoon op camera wat hij vindt. En denkt. Andrew Tate is vanaf dan dus niet alleen een bokser, maar ook een realityster aan het worden. En zijn uitingen zorgen dan ook al voor redelijk wat ophef soms. En dan, plotseling, wordt Andrew Tate in dat programma apart genomen. En dat is dan ook de laatste keer dat je Andrew Tate in Big Brother als realityster zal zien. Want hij wordt apart genomen, maar mag ook niet meer terug. Hij wordt uit het programma gezet. En de andere kandidaten blijven in shock achter. Big Brother has called Andrew to the diary room. This is Big Brother. Due to events in the outside world, Andrew has had to leave the Big Brother house. What? His suitcases are in the storeroom. Would housemates collect them, pack up his belongings, and return the cases to the storeroom as soon as possible. Maar wat is er dan gebeurd? Nou, Andrew Tate moet het programma verlaten vanwege omstandigheden in het echte leven, buiten het huis dus. En op dat moment is er nog een beetje vaag wat het dan zou moeten zijn. Maar dat wordt heel snel duidelijk. Er circuleert namelijk een video van Andrew Tate met een vrouw op het internet. Een video waarin Andrew Tate met een vrouw op bed zit. Maar hij slaat haar ook met een riem. Hij zegt dat ze moet luisteren en als ze dat niet doet, dan volgen er klappen met een riem. De beelden zijn zo heftig en controversieel dat ik ze hier niet kan uitzenden. Maar we gaan heel even luisteren naar wat audiostukjes. Go tell the camera that I beat you and you don't do as I say. Don't say it in English, proper English. No Slovak bull. Say it to the camera. You're basically lying on this one. The thought I said say is, did I say it?
En vanaf dan is er natuurlijk heel veel ophef. En dat is ook de eerste keer dat Andrew echt wordt bekritiseerd om wat er allemaal aan de hand is. Hij wordt het programma uitgezet, er wordt over hem geschreven, mensen zijn boos. Kort gezegd, misschien wel het einde van Andrew Tate. Maar ik moet er wel bij zeggen dat direct daarna Andrew en de vrouw op de beelden eigenlijk beide vertellen en verklaren dat het helemaal niet zo erg is. Dat het een soort rollenspel was waarin ze beide toestemming gaven om zo met elkaar om te gaan. Kort gezegd, zij vinden dat er niks aan de hand is. En vanaf dan gaat het hard. Andrew Tate heeft op dat moment rond 2016 nog maar een paar tienduizenden volgers. Maar dat explodeert, want hij gaat steeds meer zelf content maken en verschijnt ook in heel veel podcasts. En zijn uitingen zorgen vooral voor heel veel woede. Zo praat hij over vrouwen, geld en hoe jij rijk moet worden. En heel veel jongeren vinden dat wel interessant. Maar ook vinden heel veel mensen de uitspraken van Andrew te ver gaan. Maar Andrew pakt het vooral als een moment om cursussen te verkopen. Hij vertelt jou, in ruil voor wat geld, hoe je net zo rijk kunt worden als hij. Waardeer je onze content? Dan zou ik het super tof vinden als je even wil abonneren als je dat nog niet had gedaan. Dan gaan we nu gauw door met het verhaal van Andrew Tate. En is Andrew Tate dan rijk geworden met de vechtsport of reality? Nee, hij zegt zelf een groot bedrijf te hebben opgebouwd in de wereld van webcammen. Hij verzamelde vrouwen om zich heen die hij hielp met chatten en webcammen voor geld. En dat zorgde voor een flinke boterham, zo zegt hij in heel veel interviews later. Het zou een miljoenenbedrijf zijn geworden, wat ervoor heeft gezorgd dat Andrew nu een groot huis heeft in Roemenië, maar ook dure auto's kan kopen, vrouwen, rijkdom. Kort gezegd, hij is een internationale ster geworden. Online kan je niet om Andrew Tate heen en zo lijkt het hem voor de wind te gaan, ondanks dat veel mensen zijn uitspraken toch te ver vinden gaan. Maar dat kantelt op een gegeven moment, want de platformen vinden ook dat hij te ver gaat. En zo kan hij steeds minder online zijn ding doen en dat betekent dat hij wordt geweerd van alle platformen. Zowel TikTok, Instagram, Facebook en YouTube vinden het maar niks dat al zijn controversiële uitspraken zo erg worden verspreid op hun platformen. Andrew Tate lijkt vanaf dan gecanceld te worden. En die uitspraken die kennen we wel. Ik vind het flauw om nu uitspraken in podcasts los te knippen en dat hier te laten zien. Maar we kennen zijn uitspraken. Hij praat over geld, over vrouwen, hoe je daarmee om moet gaan. En dat zorgt gewoon voor veel woede, ophef en kritiek. Maar er zijn ook heel veel, vooral jongens, mannen, die denken dat hij gelijk heeft. En die vinden het wel inspirerend en tof dat hij zegt wat hij vindt en denkt. Maar hij wordt dan gecanceld. En dan lijkt het erop dat Andrew Tate toch een soort van terugkrabbelt. Zo doet hij heel veel tv-interviews waarin hij toch veel van zijn uitspraken terug lijkt te nemen. Hij relativeert het wat en kijkt er ook wel weer op terug dat hij misschien niet dingen had moeten zeggen zoals hij ze heeft gezegd. En waarbij het dan lijkt dat hij vooral heel veel kritiek krijgt in tv-programma's, wordt gecanceld, wordt gehaat op het internet, tekent hij toch ondanks alles een nieuwe deal. Er is namelijk dan een nieuw videoplatform wat de concurrentie aan wil gaan met Twitch en YouTube, Rumble. En Rumble wil Andrew Tate op hun platform en geeft hem ook de vrijheid om te doen en te zeggen wat hij zelf wil. En dan lijkt het cancelen voorbij, want Andrew Tate kan op een nieuw groot videoplatform voor miljoenen mensen gewoon weer roepen wat hij denkt. En dat doet hij dan ook. Andrew Tate plaatst gewoon weer, zoals vroeger, de content. Maar dan nu op Rumble. Andrew Tate lijkt alle kritiek toch nog te overleven. Hij zegt ja tegen zo'n beetje elke podcast, is vaak op televisie in interviewprogramma's te zien en zo lijkt hij weer helemaal terug te krabbelen. Andrew Tate is niet te cancelen. Of toch wel? Want als Andrew Tate niks vermoedend in Roemenië een rustige avond lijkt te hebben, blijkt dat er toch iets anders op hem te wachten staat. De politie is namelijk druk bezig met het voorbereiden van een inval en een arrestatie. Er verzamelen zich allerlei agenten bij de woning waar Andrew Tate en zijn broer op dat moment zijn. En dat kan ook maar één ding betekenen: Andrew Tate en zijn broer worden opgepakt. De politie vindt in de woning allerlei wapens. En dan moet je denken aan een pistool, boksbeugels en zelfs zwaarden.
I actually like this. Piece of life. It's older. De broers worden meegenomen naar het politiebureau en mogen 30 dagen vast worden gehouden. Ook maakt de politie beelden van allerlei sportauto's die op dat moment van Andrew lijken te zijn. En die worden dan ook later in beslag genomen. En waar wordt Andrew dan van verdacht? Andrew Tate wordt verdacht van mensenhandel en verkrachting. En de zaak ontwikkelt zich. Zo werd gisteren namelijk bekendgemaakt dat Andrew Tate voorlopig blijft vastzitten. De rechtbank in Boekarest heeft dat namelijk besloten. En de politie die zou namelijk 6 slachtoffers hebben onderzocht die slachtoffer zouden zijn van seksuele uitbuiting. En die zouden dan via loverboys worden geronseld om te gaan werken in de seksindustrie. En daar lijkt Andrew Tate dan weer volgens de politie bij betrokken. Het is dus even afwachten hoe het verdere onderzoek zal verlopen en wat de uitkomst zal zijn. Dit was het verhaal over Andrew Tate. En we zullen de komende tijd maar zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Vind je crime en misdaad super interessant? Dan moet je natuurlijk even abonneren als je dat nog niet had gedaan. Doe een duimpje omhoog op deze video en laat vooral jouw reactie hieronder weten. En dan zie ik jou bij de volgende video. Doei!